Ik ben Klaartje, ik ben docent op het Menaar College in Amsterdam. En in deze vlog ga ik je een aantal tips geven over hoe je les kan geven in het vak audiovisueel. Een van de dingen waar we, als we net op school zijn, mee beginnen is kijken. Gewoon videoclips kijken, filmpjes kijken, Instagram filmpjes kijken. Zoveel mogelijk kijken. En kijken naar hoe zoiets nou eigenlijk op wordt gebouwd. Wat zit erin? Wat heb je ervoor nodig? Op school draaien we over het algemeen met een camera. Maar je kan het natuurlijk ook heel goed met je smartphone doen. En waar je dan rekening mee moet houden, is dat je je kader goed hebt. Want dit is geen filmisch kader. Behalve tegenwoordig, want dan kan je ook alweer zo filmen voor Instagram en Snapchat en dat soort dingen. Maar als je filmisch bezig wil zijn, dan houden we hem gewoon zo. Een van de tips is dat je nadenkt over kaders. Een close, een medium, een totaal. En we gaan dan kijken, oké, wat voor invloed hebben die shots op elkaar? En dat is het begin van decoupage. Juf, mag ik even wat vragen? Nee, want ik ben bezig met een opname. Kansstakjes. Een van de oefeningen die wij doen is... Vertel je verhaal in 1 minuut. Wat belangrijk is om mee te geven is dat ze een begin, midden en een eind moeten hebben. Dat het filmisch gebracht wordt. Probeer zoveel mogelijk te vertellen in beeld. Dus niet een pratende kop en verder niks. Nee, vul wat die persoon vertelt aan met beelden. Filmisch. Een 1 minute kun je natuurlijk op heel veel manieren inzetten. Je kan een natuurfilm maken in je eigen achtertuin voor biologie. Je kan een Franse promo maken over Amsterdam. Maar het belangrijkste is dat je op een creatieve manier bezig gaat met de inhoud. Dus ga ervoor!